De nieuwe minister van Volksgezondheid, Amar Ramadine, heeft enkele wijzigingen gebracht binnen de communicatiestructuur van het COVID-19 management team. Ramadine is tijdelijk belast met de coördinatie van de COVID-19 aanpak in ons land. Tijdens de reguliere persconferentie die gisteren na twee afzeggingen is hervat, haalde Ramadine aan dat de regering de besluiten en het vervolgtraject van de aanpak van dit virus bekend zal maken. De aanpassingen die Ramadine teweeg brengt, moeten ervoor zorgen dat de rust bewaard wordt. Wat ik u alvast kan meegeven, en binnen mijn bevoegdheid ligt, is dat met betrekking tot de dashboard op de COVID-19 website het enige vorm van aanpassing zal plaatsvinden. Wij zijn van mening, na goed overleg, om de rust te bewaren, dat wij per 24 uur slechts één keer de teller zullen aanpassen en de statistieken. Verder zal er elke dag een situation report worden geproduceerd door de afdeling epidemiologie van het BOG. Hetgeen zal dienen als formeel document omtrent de infectiestatus van het land. Het tijdstip van aanpassing van de COVID-19 website is vooralsnog vanwege logistieke redenen, vastgesteld op 8 uur 's avonds. Verder bedankte de volksgezondheidsminister en ieder die zich in de afgelopen periode heeft ingezet om de verspreiding van dit virus te bestrijden en te beheersen. Volgens hem is het nu tijd dat er nog harder gewerkt wordt voor land en volk. Het zal nog een poos duren. We zullen nog een tijd bezig zijn met COVID. COVID is er. Het is een virale infectieziekte, hetgeen betekent dat er een ziekteverwekker hiervoor verantwoordelijk is en het is besmettelijk. Wij zullen als natie moeten begrijpen dat COVID-19 niet zomaar verdwijnt. Wij als ministerie en als minister willen de samenleving garanderen dat de coördinatie en de aanpak van COVID-19 gegarandeerd blijft. Daar is de regering Santokki Brunswijk verantwoordelijk voor. Minister Amar Ramadine van Volksgezondheid gisteren in de congreshal tijdens de reguliere persconferentie van de overheid rond de COVID-19-crisis. Ramadine zegt dat de nieuwe regering alles in het werk zal stellen om ervoor te zorgen dat de gezondheid van elke burger gewaarborgd blijft.